Het is volgens Ellemieke Vermolen geen goede ontwikkeling dat mensen zich op Instagram alleen nog maar durven te vertonen met een goede filter. We komen zo steeds meer van de werkelijkheid af te staan, zegt ze. Om een statement te maken heeft ze daarom een foto van zichzelf zonder filter en zonder make-up online geplaatst. Ellemieke vindt het ontzettend dapper van zichzelf. Vanavond ga ik het in shownieuws hebben over waarom we make-up dragen, de druk van het ideaalbeeld en de filters van Instagram. Deze foto heeft geen filter en ik draag geen make-up. Viriel me omgekeerd gezicht, schrijft ze bij het fotootje. Daarna plaatst ze een foto met een filtertje. Eerlijk gezegd swipe ik ook liever één keer naar links voor de Paris-filter. Net even iets frisser zoals je kunt zien, maar niet de realiteit. Onzekerheid? Zonder filter, maar met filler, merkt juicekoningin Yvonne Koldewijer op. Ze vindt het geestig dat Ellemieke net doet alsof ze zonder make-up helemaal puur natuur is, terwijl haar onderlip nauwelijks op de foto past. Yvonne, zonder filter maar met lijpe filler. Dat is niet, viriel me, he Ellemieke tranen van geluk. Ellemieke raakte 's avonds aan de desk van shownieuws niet uitgepraat over haar aversie tegen de Instagram-cultuur. De schoonheid zit echt van binnen in plaats van wat we er allemaal op smeren. Zeker in de tijd van al die filters op Instagram. Eerlijk gezegd doe ik er ook een beetje aan mee, maar niet te veel. Ze vervolgt, je ziet gewoon die beelden op Instagram en soms denk ik echt van, waarom is dit nodig? Het is zo zieloos en er zit zo geen gevoel meer in. Ah, een beetje wat ze met haar onderlip heeft dus.